Hallo mensen, welkom terug in de Mega Blokwereld. En vandaag gaan we het bed maken. Ik ga alleen het hoofdeinde maken, want zoals jullie weten en zien, is het laatste gedeelte van het bed alleen gewoon een rood stuk. En er is geen snelle manier om rood te maken. En ik ben nog gewoon een hurry. Ik moet deze video snel maken om deze video nog online te krijgen voor jullie vandaag. Ik ga alleen het hoofdeinde maken. En dat laat al praktisch zien hoe het bed gaat verlopen, want ja, de rest is alleen maar rood en de twee poten. Dus het maakt in principe niet zo heel veel uit voor, ja, verder is er niet zo heel veel. Ik zie alleen wel dat de texture, nou, allemaal dingen die ik nu leer. Aan de andere kant is ook een texture, alleen de poten zijn niet 3D. Zoals er vaker gebeurt. Je kunt gewoon er langs kijken. Kijk maar, daar zie je gewoon het gras. Terwijl daar poten moeten zijn. Maar goed, daar ga ik nu allemaal niet over zeiken. Het is Minecraft. Het is een beetje buggy. Het is niet perfect. Maar het is wel leuk. Dus ik ga gewoon bouwen. Dan, hij is af. Nou ja, wat ik zei, het hoofdeinde is af. Ik heb weer een beetje mixed feelings, net zoals het met de meeste beelden die ik doe gebeuren. Omdat natuurlijk, en mijn wol is niet vlak gekleurd, maar heeft een beetje die texture, die spikkeltjes heeft het van deze texture pack. En ik heb niet twee verschillende kleuren wol. En ik heb niet twee verschillende kleuren wit. En voor dat iets donkerder wit heb ik grijs gebruikt. Maar dat is eigenlijk te donker. Maar goed, hij is af. En op zich vind ik hem best goed gelukt. Hopelijk vinden jullie hem ook goed gelukt. Als jullie het vinden, laat dan even een like achter. En ben je nog niet subscribed, subscribe dan even aan mij. En dan zie ik jullie alweer in de volgende video. Ciao.